We zijn vanavond bij Verschuren Broccoli in Raamsdonk. Ik ben Peter Verschuren en ik doe samen met mijn broer Martijn de teelt van broccoli. Vanavond ontvangen wij een groep enthousiaste mensen en die ontvangen we voor een excursie. We waren bij de Jumbo Foodmarkt in de Stade en daar stonden te demonstreren met broccolisoep. En als we het dus leuk vonden, mochten we het bedrijf bezoeken en dat ging op uitnodiging. Moesten we een e-mailadres achterlaten. En dan konden we bericht krijgen over de e-mail of we uitverkoren waren. En dat was ook zo. We werden ervoor uitgenodigd. Mensen krijgen eigenlijk het totale plaatje te zien van de teelt tot met de verwerking van ons product. Eigenlijk van plantje, zeg maar, totdat die broccoli, zoals jij hem bij de Jumbo vindt, afgeleverd wordt door ons. En alles wat ertussen zit. Nou, wat heb ik zoal gezien? Ja, heel veel op zo'n avond. Hoe dat eigenlijk ontstaat, hoe lang de bloei en de groei is van de broccoli, hoe dat die gekapt wordt, hoe lang dat die moet bloeien, hoe dat die verpakt wordt, de lopende band, ook veel handwerk nog bij, hoe het in kratten verwerkt wordt en hoe het aan de supermarkt gaat. Wij zijn dus wel vaker gewend om excursies te doen en de mensen zijn altijd heel enthousiast, valt mij op, over gewoon iets wat voor mij eigenlijk heel normaal is, maar wat voor hun toch heel bijzonder is. En ze hebben vaak helemaal geen idee. Je gaat voor hun een wereld open, zeg maar. Hoe zo'n productie van broccoli in zijn werk gaat. Wat ik van het telen vond, ja, die man is heel enthousiast over zijn bedrijf. En je voelt ook dat hij met liefde en de broccoli eigenlijk verwerkt en groeit en bloeit. En ja, ik vond hem heel enthousiast. Voor zover ik het begrepen heb, vonden ze het allemaal fantastisch. En je ziet gewoon het enthousiasme van de mensen. Eigenlijk, ja, hoe leuk is het vinden? Wij hebben een hele leuke avond gehad, ja, met heel het gezelschap bij elkaar. En het is heel enthousiast verteld. Ja, en daar neem je er toch zelf ook veel van mee, hè?